Dat Joran nog steeds verdacht is in deze zaak, probeert hij nu een nieuw leven op te bouwen in Nederland. En over deze roerige periode in zijn leven schreef Joran dit boek, De zaak Natalie Holloway. Joran, welkom. Dank je. Je zou kunnen denken, waarom dat boek geschreven? Want nu zit je bij mij aan tafel. Je raakt een zaak op die we misschien niet helemaal vergeten waren, maar die toch alweer erg naar de achtergrond was verdwenen. Waarom doe je dit? Ja, je hebt daar helemaal gelijk in, want het was wel net weer rustig en ik heb toch wel liever de rust en niet de media-aandacht. Maar ik heb zelf toch uiteindelijk besloten het boek te schrijven, ook voor mezelf. Niet dat andere mensen het ook voor mezelf als een manier om het te kunnen ook verwerken wat er allemaal is gebeurd, wat je allemaal mee hebt gemaakt. Ja, dat is ook voor mij een soort therapie dan geweest, om dat te kunnen schrijven. Om alles op een rijtje te zetten? Alles op een rijtje. Heeft iemand je dat geadviseerd, van Joran, om hier echt van af te komen, om hiermee in het reinen te raken, moet je misschien een boek schrijven? Nee. Ze hebben me heel veel geadviseerd om met een psycholoog of een psychiater te gaan praten. Ja. Alleen, daar heb ik zelf geen behoefte aan. Behoefte aan een psychiater? Nee, ik denk dat mensen zelf met hun, met andere manieren met hun problemen omgaan. Mm-hmm. En voor mij is dat niet om naar een psycholoog te gaan. Oké, je hebt een boek geschreven. Voordat we erover gaan praten, gaan we even kijken naar wat er ook alweer allemaal plaatsvond 2 jaar geleden. De Amerikaanse Natalie Holloway was met haar schoolklas met vakantie op Aruba. Na een nachtje stappen gaat ze met een groep jongens verder op pad. Ze belanden uiteindelijk op het strand. Op het laatst is ze samen met Joran van der Sloot. Hij laat haar, naar eigen zeggen, midden in de nacht alleen op het strand achter. Van Natalie Holloway is sinds die nacht niets meer vernomen. Haar familie spoedt zich naar Aruba. Al gauw wordt duidelijk wie het laatst met Natalie is gesignaleerd. Joran van der Sloot. Hij wordt gearresteerd, samen met een aantal vrienden. Ook de vader van Joran, die op Aruba woont, wordt opgepakt. Elk spoor van Natalie ontbreekt. De vader van Joran van der Sloot komt al gauw weer vrij. De ouders van het verdwenen meisje zijn helemaal niet te spreken over die snelle vrijlating van der Sloot. Hij zit in het complot, denken ze. Van alle verdachten zit nu niemand meer vast. En de zoektocht is even vergeefs geweest. Wat is nu jouw status eigenlijk? Ik zei net in de inleiding, je wordt nog verdacht. Wat betekent dat? Ik ben officieel nog steeds gewoon verdachte. Volgens mij zelfs hoofdverdachte in de vermissing. Ja. Mm-hmm. Dat is het. Zo is dit, denk jij, als wij dit gelezen hebben, zijn wij overtuigd van jouw onschuld? Het is niet met die bedoeling geschreven. Het is absoluut niet met dat ik mezelf zou willen verdedigen, dat ik het daarvoor heb geschreven. Nee, dat is niet de bedoeling geweest. En ik spaar mezelf ook helemaal niet in het boek. Ik weet niet of jij het hebt gelezen. Ik heb het gelezen. Ja, ik vind niet dat ik mezelf spaar. Ik vind nee, dat ik toch, maar dat je het niet gedaan hebt, dat is een ding wat duidelijk is. Ja, dat maar dat je ook niet zo'n makkelijke jongen bent, een beetje een roekeloze jongen. Ja, een beetje een vreemde jongen die rare capriolen uithaalde. Dat is een ding wat je ook wil opschrijven. Nee, ja, niet per se wil. Heb je opgeschreven? Iedereen heeft zijn geheimpjes dat je liever voor jezelf houdt. Alleen ja, ik heb die geheimpjes niet meer. Jij bent vooral verdacht omdat je de laatste was die haar heeft gezien. Je hebt toen tegen de politie gezegd, moet je horen, ik heb haar in het hotel afgezet. We hadden een nachtelijk avontuurtje, een beetje een vrijpartij heeft er plaatsgevonden. Ik heb haar aan het hotel weer afgeleverd. Dat was niet zo. Je deed dat omdat je jezelf iets beter wilde voordoen dan je was. Want je dacht, ja, als ik vertel dat ik haar op het strand heb achtergelaten, ben ik zo'n hork. Dat wil ik niet. Die leugen heb je moeten opbiechten. En toen had je eenmaal je eerste leugen gedaan. En toen dacht ze, ja, maar als we zo zijn getrouwd, dan moeten we het nog maar eens zien, hè? Ja, nou, dat is niet de enige reden geweest dat ik heb gelogen. Er waren daar